vrijdag 8 mei. Grote verrassing in Groot-Brittannië. David Cameron behaalt een klinkende overwinning en blijft premier. Together we can make Great Britain greater still. Thank you. Zijn uitdager Miliband kondigt meteen zijn ontslag aan. And now it's time for someone else to take forward the leadership of this party. Vlaanderen wil dat steden vervuilende auto's bannen uit het centrum. In Antwerpen zullen volgend jaar al 18.000 inwoners niet meer tot aan hun eigen huis mogen rijden. Nu moet ik een nieuwe wagen gaan halen, omdat ik ben voor nu al veel in de stad, dus ja. Een hardrijder moet niet naar de cel door een fout van de rechter. Die veroordeelde hem tot 1 jaar, terwijl de maximumstraf 12 maanden is. En dat is juridisch niet hetzelfde. Heel Europa herdenkt het einde van de Tweede Wereldoorlog, precies 70 jaar geleden. En Anderlecht-doelman Proto is nu toch geschorst voor de topper van zondag tegen Club Brugge. 7 uur. VTM Nieuws. Danny Verstraeten. Goedenavond. De parlementsverkiezingen in Groot-Brittannië zijn uitgedraaid op een klinkende overwinning voor David Cameron. Hij staat zelfs sterker dan ooit. Cameron blijft dus premier. Dat is vanmiddag bevestigd op Buckingham Palace. David Cameron is er samen met zijn vrouw Samantha ontvangen door koningin Elisabeth. Daarna gingen ze samen terug naar Downing Street 10, de ambtswoning van de Britse premier, waar ze dus ook de komende 5 jaar mogen blijven wonen. Ja, van een nek-aan-nek race die door alle peilingen voorspeld was, bleek uiteindelijk geen sprake. Cameron haalde met zijn conservatieve partij een absolute meerderheid met 331 van de 650 zetels. Daarmee blaast hij zijn grote concurrent, Ed Miliband van Labour, dus weg. Zij halen maar 232 zetels. De grote leider die zijn land één wil houden. Zo begint David Cameron aan zijn tweede ambtstermijn. Je hoort het duidelijk in zijn overwinningsspeech. We must ensure that we bring our country together. As I said in the small hours of this morning, we will govern as a party of one nation, one united kingdom. Together, we can make Great Britain greater still. Thank you. Hij gaf de voorbije weken toespraak na toespraak in de campagne. Maar nu wil hij van zijn vrouw Samantha toch even horen of het goed was. All right, zie hem nog vragen. Het ziet er allemaal wel heel beleefd en stijfjes uit. Maar achter de schermen, bij zijn campagneteam, gaat Cameron wel voluit. But I think this is the sweetest victory of all. Yeah. Cameron blaast de concurrentie weg met Ed Miliband van Labour voorop. In de peilingen nog nek aan nek met Cameron, maar Labour haalt zo'n 100 zetels minder. Miliband stapt meteen op. And now it's time for someone else to take forward the leadership of this party. So I'm tendering my resignation, taking effect after this afternoon's commemoration of VE Day at the Cenotaph. I want to do so straight away because the party needs to have an open and honest debate about the right way forward. En zo voelt Nick Clegg zich. Ook hij stapt op. Zijn Liberal Democrat zat mee in de regering, maar is met maar 8 zetels helemaal afgestraft. 18.848. Nigel Farage van UKIP, links in beeld, raakt zelfs niet verkozen. Tot echt ieders verbazing had zijn concurrent van de conservatieve het. Wie wel op post blijft en machtiger dan ooit is, is Nicola Sturgeon. Haar Scottish National Party wil onafhankelijkheid voor Schotland en is nu plots de derde grootste met 56 zetels. This is a massive, massive result. Clearly there is an appetite for change in Scotland and there is a very, very strong desire for Scotland's voice to be heard much more loudly. En een van haar nieuwe parlementsleden is Mary Black, 20 jaar en de jongste verkozene sinds de 17e eeuw. Ja, Romina van Kamp in Londen, de uitslag voor Cameron, die gisteren niemand had durven voorspellen. Hoe moet het nu verder? Well, ja, premier Cameron gaat nu zijn regering samenstellen natuurlijk en hij verkeert in een absolute luxe positie. Hij moet niet rekening houden met coalitiepartners. Hij kan de komende 5 jaar zijn eigen verkiezingsmanifest uitvoeren. Zo wil hij nog enkele zware besparingen doorvoeren van 16 miljoen euro in de welzijnszorg. En ja, dat kan hij nu doen. En over 10 dagen komt het parlement bijeen. Dan leggen de parlementsleden de eed af. En op 27 mei is het dan de officiële opening van het parlement met de troonrede van Queen Elizabeth en zij luidt dan het nieuwe politieke jaar in. Hoe reageren de Britten op de verrassende uitslag?
Wel, verbazing alom natuurlijk, hè, over dat verbluffende resultaat van Cameron. Ook de kranten pakten vandaag uit met enkele zeer opmerkelijke voorpagina's. Maar even aan toevoegen dat het hier in het Verenigd Koninkrijk doodnormaal is dat kranten naar aanloop van verkiezingen openlijk hun steun betuigen aan een welbepaalde partij. De Daily Mirror bijvoorbeeld, een tabloidkrant, die koos voor Labour, maar vandaag kleurt de krant zwart. Ze zijn in rouw. 5 more damned years, nog 5 verdomde jaren. Dus grote teleurstelling bij de Daily Mirror. De Daily Mail, een andere populaire krant, zij kozen partij voor de conservatieven. En een vreugdekreet op hun voorpagina. Halleluja, Britain votes for sanity. Groot-Brittannië heeft gekozen voor het gezond verstand. Laten we dan eens kijken naar de kwaliteitskranten. The Times bijvoorbeeld. Zij kozen ook de kant van David Cameron en zij tonen een foto met zijn wijsvinger. David Cameron wijst in de richting van een overwinning. En ja, een overwinning is het geworden natuurlijk. Hè. En de Britten hier in Londen, ja, ze waren daar zelf wel een beetje verbaasd over dat de opiniepeilingen er zo naast konden zitten. Maar ze zijn wel blij dat er geen weken, maandenlange onderhandelingen en coalitievormingen komen. Day after. De Britten ontwaken en David Cameron blijft hun premier. Er dreigde een politieke chaos, maar die blijft nu uit, tot de grote opluchting van velen. I'm very happy. We have a strong government and it's good to have the certainty of a majority. I think I was a bit worried about having the all the bargaining and negotiations going on for weeks and weeks, and that would be bad for the market and I think it would be bad for people like me. Overal is de verbazing groot over het verbluffende resultaat van Cameron. All the political analysts were very skeptical, said it was a close race, but I think the shy conservatives really came out for David Cameron this time. The opinion polls got it all wrong. Yeah, they are the big losers in this election. En Labour, want zij die gehoopt hadden op een machtswisseling, zijn uiteraard ontgoocheld. How do you feel about the results? Very sad. You're disappointed? Yes, very disappointed. Did you expect such an outcome, an absolute majority for the Conservatives? No, I thought there would be more of a... I thought it would be tighter. That's what the polls were saying. That's what the feeling was. De Conservatieven overklasten alle peilingen. Ja, Romina, wat betekent deze uitslag nu voor ons, voor de rest van Europa? Wel, dat er een referendum komt waarin de Britten mogen kiezen of ze binnen de Europese Unie willen blijven of niet. Dat was een verkiezingsbelofte van Cameron en een houtwoord. Dat referendum komt er eind 2017. Nu, als de Britten dan echt stemmen voor een Brexit, zo heet dat dan, een uitstap uit de Europese Unie, dan heeft dat natuurlijk heel wat gevolgen. Hè. Europa is dan een groot sterk leger kwijt, een van haar grootste landen en ook heel wat economische gevolgen. Nu, volgens de huidige peilingen zouden de Britten wel het liefst binnen de Europese Unie blijven. Maar ja, we hebben geleerd dat peilingen niet altijd even betrouwbaar zijn, hè, Danny. Zo is dat. Bedankt, Romina van Kamp vanuit Londen. De plannen om vanaf volgend jaar oude vervuilende wagens...